Vandaag is de première van Belladonna's in Pathé Arena. En dit keer gaan we niet op de rode loper staan en vandaar de vragen stellen. Nee, we mogen achter de schermen met de meiden meekijken hoe ze deze première beleven. En als ik zeg meiden, dan heb ik het over Caroline Karthuispoor, Eva Laurensen en Kiki van Dursen. Kom mee. Drop the beers. Hammer time. Kiki, de première van Belladonna's. Oh my god. Hoe kijk je naar uit? Nou, ik was echt tot een half uurtje geleden hartstikke rustig en had ik er heel erg veel zin in. Maar nu zijn we hier en de make-up is er, kleding komt eraan en de meisjes zijn er. Dus nu ga ik het heel erg voelen. Ik begin nu een beetje licht in mijn hoofd te worden. Ik weet niet waar dat vandaan komt ineens. Je hebt niet gegeten, hè? Nee, ik heb al 3 weken niet gegeten. En met mijn jurk te passen. En met mijn jurk te passen. Nee, ik heb gewoon heel veel pasta net naar binnen gefroten. Dus nee. Nou, ik heb er vooral heel veel zin in. Hoe leeft dat, zeg maar, in je, de première van een film? Ja, ik besefte me ineens dat er heel veel mensen komen. Ik ben gewoon benieuwd naar wat iedereen vindt. Dat is echt het spannendste, want wij hebben hem al gezien. En ineens dacht ik, dan gaat iedereen iets van die film vinden. Ik speel daarin, dan gaat iedereen iets van mijn spel vinden. Hoe eng. Je hoopt dat de mensen in de zaal ook gaan lachen om wat er gebeurt in de film. Ik mag het hopen, anders val ik echt keihard door de mand. Ja, stel je voor dat iedereen het stom vindt. Dan vinden ze mij stom. Nee, ze vinden niet stom. Ik denk dat er wel wordt gelachen. Maar mijn tenen zijn ook 4 meter. Voor je look, heb je dat helemaal zelf bedacht? Strakjes bij de première, wat je gaat aantrekken en zo? Of wordt het voor je uitgekozen? Het is uitgekozen door Tommy Driessen, een stylist. En die... die heeft een pak voor me uitgekozen van Balmain en daar ben ik heel blij mee. Ik had eerst een ander pakje en wat ook echt waanzinnig was, maar het paste niet bij mijn karakter, dus ik had er zoveel moeite mee. Balmain past wel bij je karakter. Past heel erg bij mijn karakter, in ieder geval dat pak. Maar super vet. Maar je jurk is wel super mooi, dus ik kan er niet in ademen, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Super! Zo. Lekker lopen! We hebben nog ongeveer 10 minuten voordat ze de rode loper op moeten. Inmiddels is regisseur John Karthuis ook binnengekomen en hij heeft wat problemen met zijn strikje. Maar dat wordt gerecht door Thijs Reumen en Ferdy Stofmeel. Nu is het moment aangebroken met de hele cast naar Pathé Arena te lopen, want daar gaat het plaatsvinden, de première van Belladonna's. En iedereen is een beetje zenuwachtig. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Thuis. Ik ga even de deur bij de achteruitgang openhouden zodat de kast daar naar binnen kan. Want het waait, het regent. Het is niet het ideale weer voor een première. Maar toch gaan ze er iets moois van maken. Sorry dat jullie net door de regen moesten. Oké, jullie niet echt, maar mijn cameravrouw wel. En dat was niet leuk. Maar goed, we zijn inmiddels bij de première aangekomen. De cast gaat nu over de rode loper. Oké, girls, jullie hebben 9000 interviews gegeven, 400 foto's, 400.000 foto's gemaakt. Hoe gaat het nu? Jij bent sowieso de allerleukste interviewster. Ja, wij wilden echt wel hierheen. Ja. Oh my god, dus de allerlaatste, de allerbeste voor het laatste. Ja. Precies. Oké, maar jullie hebben geantwoord gegeven op mijn vraag. Sorry. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Ja, super goed. Ja, koud. Ja, heel goed. Hij is koud. Ik heb zich wel zin in de film en heel veel drank inderdaad. Ja. Belladonna's is eigenlijk ook een heel persoonlijk verhaal voor jullie. Kunnen jullie uitleggen waarom? Nou, Belladonna's gaat natuurlijk over 3 vriendinnen die een bucketlist uitvoeren van een vriendinnetje wat overlijdt. En dat is eigenlijk voor ons een beetje het startpunt geweest, omdat wij 12 jaar geleden onze beste vriend kwijtraakten, ook tijdens een duikongeluk. En dat heeft ons destijds ook onwijs aan het denken gezet van je moet het leukste uit je dag halen en gewoon doen wat je hart echt wil en niet te veel tijd verprutsen. Ja, en die vriend die was ook heel erg een beetje zoals Donna gewoon volledig zijn dromen achterna aan het gaan en die regelde gewoon de shit, weet je wel. En dat is gewoon heel inspirerend en dat vonden we wel mooi om daarin te verwerken. Wat zou je mensen willen aanraden om nog echt te doen in het leven? Ja, eigenlijk nooit dingen niet doen. Ik zeg altijd, ik heb liever spijt van dingen die ik wel heb gedaan dan dingen die ik niet heb gedaan. Dus en niet uitstellen, gewoon meteen doen. Niet wachten. Eigenlijk gewoon waar die film voor staat, carpe fucking diem, elke dag. Mooi. Mooi, wel, ja. Het kwam zomaar in mijn hoofd. Het is natuurlijk een hilarische comedy, ze doen de meest weirde dingen. Maar juist om zeg maar zo'n persoonlijk, best wel geladen uitgangspunt
te verpakken in een heel lekker bonbonnetje, dat vond ik wel echt een toffe uitdaging. Ja, je moet wel goed hard lachen. Dat is wel het doel van een romcom. Het moet niet een emotionele trip alleen maar zijn. Maar wat was echt het beste wat je kon doen in deze film? Wat je echt je droom kunt uitdagen? Straatracen, illegaal straatracen. Dat was echt fantastisch. Want we zaten achter die stuntman in de auto. We hebben het helemaal zelf meegedaan. Ja, ook gewoon echt fantastisch. Het feestje gaat hier beginnen. Ik weet niet. Zullen we gewoon even gaan kijken wat er daar aan de hand is? De cast is inmiddels volop bezig om interviews te geven aan de pers. En er staat hier een mega grote bus. Ik wil er gewoon even op gaan staan. Gaan jullie mee? Dames, we zijn over de roze loper geweest. We gaan nu naar binnen, want het feest kan beginnen. Dat je heel erg hebt gegromd in de film. Oh yeah. Ja. Wat gaat hier gebeuren? Ik sta een treetje lager trouwens, hè, nu. Voordat jullie denken, wat is hij klein en wat is hij groot. Hoe lang duurde het voordat je die grom echt goed te pakken had? Ik was gelijk de eerste. Maar dit is het moment van mijn grote doorbraak. Van jouw grote doorbraak? Ja, dus ik sta nu, ben ik nog, gewoon... Gewoon ver niveau. Maar als deze mensen de film straks hebben gezien, dan zijn wij, inclusief ik, sterren geworden. Wij? Ja, sorry. Ja, ik bedoel eigenlijk wij als in de acteurs die in de film... Sorry, kan ik even... Heb je extra getraind voor deze film? Alleen maar. Zoals voor de première. Wauw. Heb je nog mensen hier? Heb je nog familieleden die hier zijn? Nee, ik heb mijn beste vriend meegenomen. Okay. Mijn vrouw die kon niet. En, dus ik heb mijn beste vriend meegenomen. En, waar is hij? Ja, die loopt hier ergens rond. Alex heet hij. Alex! Alex! Eten jullie graag popcorn bij de film? Ja, zout. Zout, oké? Okay. Ja, jij zout. Oké, okay. Wat wil je drinken? Water of cola? Watertje. Saai, hè? Ja, we gaan even pakken. Gaat het nog goed op je schoenen? Gaat het nog goed op je schoenen? Ja, het gaat goed. Ja? Ben, kijk naar haar schoenen. Boom. Boom. Ja. Zit super. De meiden gaan naar de laatste zaal waar ze de film gaan aankondigen en dan gaat het echt beginnen. Belladonna's, de film gaat starten. Oké. 1, 2, 3. Zo, de cast zit op hun plek, de film is gestart, Belladonna's, de première zit erop. Wil jij ook naar Belladonna's? Ga dan naar paté.nl/Belladonna's en score daar je tickets. Doei!